Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Dankjewel. Dit is 005 1157. Dat lijkt er wel op. En is veel niet gelukt. Dus die mag ook, Petra? Ja, die mag ook. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, voor mij was vanmorgen een beetje moeilijk om uit bed te komen, dus ik neem aan dat jullie hier al op tijd waren. Wij waren hier al op tijd. Wij waren hier rond 7 uur om de boel klaar te maken en te zorgen, te kijken of alles in orde was en de stembussen te controleren of ze leeg zijn en nou, dat hoort zo'n beetje bij je. Nou, en je ziet sommige van de dames die zijn al even met een eerste koffie begonnen, maar die hadden ook wat moeite vanmorgen om... Gelukkig, ik was niet de enige. Nee, je was niet de enige, nee. Als ik iemand kom die zo's en wat moet er allemaal gebeuren voordat ze mogen stemmen? Nou, als ze komen hier dus, dan moeten ze dus een stempas bij zich hebben. Ja. Want dat is uiteraard het teken dat ze mogen stemmen. En een geldig legitimatiebewijs. Nou, het hoeft niet. Het mag 5 jaar verlopen zijn, maar goed, dat, nou, die leveren ze dan bij mij in en dan dat controleer ik dan. Kijken of meneer meneer is en mevrouw mevrouw. Ja, nou, klopt. Dan noem ik het nummer van de stempassen op en dan controleert mijn linkerbuurvrouw of ze niet in het register ongeldige stempassen staan. Want als ze in het register ongeldige stempassen staan, dan kunnen ze wel een pas hebben, maar dan mogen ze dus niet stemmen. Juist. Nou, als ze daar niet in staan, dan krijgen ze van mijn rechterbuurvrouw een stembiljet voor de gemeenteraad. Als ze ook een stempas voor het referendum ingeleverd hebben, dan krijgen ze van de andere buurvrouw een biljetje voor de referendum. En dan gaan ze naar de hokjes daar. Kleuren ze keurig netjes een hokje rood. En als ze dat gedaan hebben, dan komen ze weer hierheen. En dan kunnen ze hier in de desbetreffende bussen stoppen. Okay. En in principe is dan het proces klaar. Ja, iedere stembureau bestaat uit 4 personen? Wij hebben voor deze... verkiezingen heeft de gemeente besloten om 4 personen per stembureau te doen. Dat is vooral in verband met het referendum en met het telproces vanavond laat, dat we wat meer mensen zijn, dat ze zo gauw mogelijk klaar zijn. Betekent het ook van u dat u nou om 7:30 begint en pas om 9:00 klaar bent? Of nee, gaan jullie in ploegen? Wij werken in ploegen, dus vandaar dat wij hier nu met z'n vieren zitten. Dus om 2:00 komt er een hele verse ploeg. Die gaan dan door tot aan 9:00 en nou, tegen 9:00 dan komen wij dus ook weer. En nog 2 extra tellers en dan gaan we hier achter op de tafels het grote telproces beginnen. Dus in principe het tellen gebeurt met 10 personen. Ja. Keer 17 stembureaus. Ja. Dan ben je dus met 170 personen onderweg. Ja, er zijn heel veel vrijwilligers nodig voor dit werk, ja. Ik wens u een prettige dag. Dankjewel. Ja? Ja, de gemeente Veendam bestaat niet alleen uit Veendam, maar Borgercompagnie bestaat ook. En daar wordt ook gestemd. En dat gebeurt bij de voetbalvereniging Borgercompagnie. We gaan eens even binnen kijken, want we willen nog wat dingen weten over het stemmen. We zijn nu in Borgercompagnie. Dat is heel goed, hè? Ja, dat klopt. Ja, en hoe loopt het eigenlijk qua bezoekers hier zo? Wordt het druk bezocht? Of aan hoeveel mensen moet ik ongeveer denken wat die normaal komt op het moment dat er gestemd moet worden? Ja, qua percentage zitten we altijd het hoogste van de gemeente Veendam. Hier ben ik ongeveer 500 kampen. We zitten maar wel op bij onder de netbouw. Dus altijd op 75-80%. Oké. Okay. Qua percentage zitten we altijd al hoog. Oké. Okay. We zijn net binnen een ander stembureau geweest en toen hadden zij over een lijst met ongeldige stemmers of zo. Of? Ja, een lijst van ongeldige stempassen, ja.
Hoe kun je me u vertellen, hoe komen mensen op die lijst en wat dat precies inhoudt? Want dat, ja. Ja, dat is een liste. Die stembiljetten die worden verzonden, zeg maar, voor een aantal weken geleden al. Ja? Dus mensen die in de tussentijd verhuisd zijn of in overleden zijn. Dus er komt een liste van die mensen. Dan die mensen die nooit stemmen, of dat de machtiging is dat een ander voor stemt. En ben dat een hele lange lijsten of praten we om tientallen of praten we om een honderdtal mensen? Ik heb geen flauw idee hoor, dus ik vroeg me best. Hier zo in Burgerkamp niet, stonden twee op de lijst. Oh, dus dat valt best wel mensen daar op de lijst. Dat valt meer. Alleen dan halen ze mensen uit een ander district, kan die bank ook stemmen. Ja? Dan moet men controleren of ze nooit op de lijst stonden. Prima. Zo, we zijn nu even op Ommelanderwijk en we gaan eens even op de stembureau hier kijken hoe het allemaal gaat. Dus en wat is de reden voor je om te stemmen? Ik vind als je iets wil, enig invloed wil hebben op alles wat er in de gebeurt in Veendam omgeving of in Nederland, moet je gewoon gebruik maken van je stemrecht. Je kunt aan de zijkant gaan lopen kletsen, dan heb je niks aan. Nee. Dit is de enige manier waarop je iets kan beïnvloeden. Tenminste, die hoop heb ik altijd. Ja. Wij gaan naar binnen kijken. Ja, ga je gaan. Ja? Ja. 34. We hebben er nu al 36 gehad. Ja, het is nog vroeg en het is 9 uur, dus ja. Het moet nog komen. En wanneer verwacht u de meeste drukte, die zo's? Nou, meestal is dat zo tussen 5 en 6, hè? Tussen 5 en 6. Ja, 5 en 6.